Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt. En vandaag ga ik het met jullie hebben over sieraden opbergen. En ik denk ongeveer een jaar geleden zat ik zelf heel erg met het probleem van shit, hoe moet ik mijn sieraden gaan opbergen? En ik had toen wel wat sieraden en ik wist niet waar ik ze moest laten. Echt, ik heb heel lang gezocht in de winkels naar een leuke manier. En ja, je had wel van die sieradenrekjes, weet je wel, van die boompjes. Maar ik had zoiets van, nee, het is niet helemaal mijn ding. En ook het prikbord. Velen zullen die wel kennen van, je hebt een prikbord. Doe je pinets in en je hangt je kettingen eraan. Maar ik vond het ook niet echt bij mijn kamer passen. En er waren wel wat dingen, maar ik had zoiets van, nee, het is het net niet, weet je wel. Dus vandaag laat ik een paar dingen zien waarvan ik denk van, oké, deze zien er en leuk uit. En zijn best wel functioneel. En ja, dat wil ik graag met jullie delen. Dit is momenteel mijn favoriete opbergsysteem. En ik kwam er laatst achter, echt super toevallig. Ik liep in de keuken, ik deed het kastje open. En toen zag ik een heel mooi toetjespakje staan. En ik had zoiets van, wauw, waar komt die vandaan? En toen had ik zoiets van, hey, die zal zo mooi staan voor mijn, ja, iets luxurieuze sieraden. Dus ja, sieraden die er gewoon een beetje luxe uitzien. Weet je wel, ze hoeven niet luxe te zijn, maar gewoon een luxe uitstraling hebben. En het bakje komt volgens mij van glas. Die komt volgens mij van de Blokker of zo. Echt. Waarschijnlijk is die heel goedkoop. Ik weet niet eigenlijk niet waar die vandaan komt om precies te zijn. Maar ze hebben vast wel zulke dingen bij de Action en Xenos. Ik hou ervan vooral om horloges of zo in te doen. Ik weet niet. Ik vind het echt heel mooi. Welke ook heel bekend is, is de spiegelkast van de Xenos. Dat is eigenlijk gewoon een spiegel met erachter een kast. En in die kast kan je dus je sieraad doen. Als je de spiegel, ja, als je de deur, de kast zit eigenlijk een deur van een spiegel. Dus als je de spiegel slash kast open doet, dan heb je er allemaal haakjes waar je kettingen aan kan hangen. Hij is volgens mij rond de 50 of 75 euro bij de Xenos. En hij is ongeveer 1,50 meter lang. Ik had hem zelf gezien en ik had iets van, hij is wel leuk, maar ik vond het zelf net niet. Weet je wel, ik kan hem ook niet heel erg stabiel. Dus nou ja, je moet zelf maar een keer langs de Xenos gaan kijken of ze hem hebben. Het is leuk, ik ben mezelf niet heel erg weggevallen, maar het is wel echt een tip. Om als je echt niks weet, dat je daar gewoon even kan kijken van, hey, is dit misschien iets voor mij? Ik heb wel iets anders van de Xenos. Deze gebruik ik ook heel erg graag. Dit is een soort draaiplank dingetje. Ja, een soort draaimolentje. Dit is volgens mij rond 15, 20 euro. En daar kunnen dan een hoop ringen in. Een paar kettetjes en armbanden. Nou, mijn armbanden die puilen nu een beetje uit. Die moet ik echt even gaan opruimen, dat weet ik. Maar de ringen vind ik vooral heel erg handig. Ik ben echt obsessed met ringen. Oh ja, daar kunnen ook oorbellen in. Ja, ik ben dus echt obsessed met ringen. Ik vind ringen zo, ja, ik weet niet. Ik heb ze nu ook om, ja. Als je mij kent, weet je dat ik ringen echt gewoon heel leuk vind. Nou, mij past dus heel wat in. Kettingjes passen een paar in. Niet heel veel, maar toch handig. En ja, ik vind het zelf wel een aanrader. Fijn ding is dit. Wat ook heel erg tof is, is de wc-rol. Oké, dan denk je misschien van, huh, Chami, wat bedoel je? Een wc-rol? Ik ga even voor jullie een simpel voorbeeldje maken. Dit zal niet de meest fancy manier zijn. Dat je echt meer het idee krijgt. En je kan hem altijd nog versieren zoals jij wilt. Met verf, met glitters, met andere decoratiedingen wat jij maar net mooi vindt. Ik pak een wc-rol en ja, die rol ik op in een papiertje. Het maakt niet uit welke kleur. Ik gebruik toevallig wit, maar als je bijvoorbeeld roze een mooie kleur vindt, kun je roze gebruiken. Nou, ik rol hem even op om te kijken hoe groot ik het papiertje moet knippen. Want dat papiertje ga ik eigenlijk gebruiken als omhul, zodat het ja, toch een mooiere kleur heeft. En dat papiertje lijm ik erom vast. Nog even goed aanduwen zodat alles vast zit. En met de schaar maak ik aan de onderkant dan een beetje een paar van die knipjes. En dan krijg je zeg maar dit. Ja, die lijm ik dan en die duw ik dan naar binnen en lijm ik vast. Zodat het papier niet te lang is aan de zijkanten. En dit ziet er toch wel netjes afgemaakt uit. Doe ik aan allebei de kanten. Oké, rol 1 af. Ik pak nu rol 2. Die maak ik kleiner door de rol te knippen en op te rollen zeg maar. Want dit ga ik zeg maar als stokje gebruiken. Ook deze wikkel ik in het papier. Wat je hier ziet is bij mijn vinger een zwart lijntje. Bij dat lijntje stopt de rol. Daarnaast zie je een iets lichter wit
Dat is alleen papier. Kijk, ik kan dat ook makkelijk ombuigen. Dat is minder stevig. Nou, dat ga ik dus ook in van die strookjes knippen die je net ook zag. Hierop gaat armbandenhouder staan. Wat ik hier doe is dat ik eigenlijk in het papier knip. Maar het is eigenlijk gewoon veel slimmer om in het papier met de wc-rol te knippen. Omdat het dan stevig is. Achteraf heel dom, maar nou ja, die tip geef ik dus aan jullie mee. Vervolgens maak ik een gat met de schaar in de eerste wc-rol. Ja, ik frun ik een beetje. En daar doe ik wc-rol 2 in. Dat wordt mijn houder. Voilà, dit is het resultaat ervan. Ik heb hem vastgeplakt aan een doosje. En voor de versiering nog een beetje kant erop gelegd. Vond ik wel mooi. En dan kan je armband eromheen doen. Klaar is Kees. Ik heb een wc-rol gebruikt, maar als je een grotere versie wilt, kun je natuurlijk ook een keukenrol gebruiken. Uiteraard zijn er nog heel veel ontzettend andere manieren. Wat dacht je van een juweeldoos? Do it yourself. Of wat ook wel heel leuk is een bakje maken. En dan kan je er van die... Persoonlijk zijn dit mijn favoriete manieren. En deze wil ik toch met jullie delen. Ik hoop dat jullie hier iets aan hadden. Als jij nog een goede tip hebt voor mij of voor de andere meiden... die ook met dit probleem zitten. Je kan het hier beneden achterlaten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, te abonneren. En dan zie ik je volgende week weer. Doei! Hoe zorg ik ervoor dat die dagen erna mijn haar ook nog leuk zit? Natuurlijk kan je het opnieuw krullen met een tang.